Stomme Jinjo's. Hoe kom je nou weer vast te zitten in die buis? Wat zijn dit toch een waardeloos ras? Onnodig. Ik weet, het is echt heel erg om te zeggen. Maar als ik aan Jinjo's denk, dan denk ik echt aan het meest useless ras. Dat ze altijd maar geholpen moeten worden. Dat we vastzitten. De Minjo's zijn veel beter dan de Jinjo's. Die hebben tenminste nog een purpose in life. Zo, nog eentje. Als het goed is, hebben we nu alle side dingen gepakt. Dus we gaan nu Clank erin. Zijn grote buddy. Als je hem vergroot dan wel, dan moet hij helemaal prima zijn. Ah, Clank bro. Dag. Jiggy zit natuurlijk aan de andere kant. Oké. Ik vind het melodietje in Clank ook awesome. Gobble. We hebben nu even kijken door de ringen moeten we zwemmen. We moeten nou door die kamer heen met ventilators. En dan ook nog de laatste Jinjo. En dan moet het goed zijn. En als het goed is, zitten we dan precies op de 10 jiggies. Maar als ik een 100% run van Banjo-Kazooie ga doen, hè, moet ik dan ook alle honeycombs vinden? Want ik zou echt niet weten waar ze allemaal liggen. Ik vind ze meestal met een beetje geluk. Kom ik ze tegen. Maar ik zou echt niet 100% weten waar ze allemaal zijn en allemaal te vinden zijn. Eerlijk gezegd. Ik reload even mijn chat. Volgens mij is weer vastgeslagen. Als jullie geantwoord hebben op mijn vraag van net, alsjeblieft even opnieuw typen. Ik heb hem even herladen. Banjo is gewoon een topspel. Sorry. We hebben dat echoën. Sorry. Mijn excuses. Oké. Ik ga het proberen 100% te doen en Stel dat ik hem echt 100% krijg en we missen de honeycombs, dan pak ik heel misschien wel een guide waar we hem zullen krijgen. Al ben ik zelf tegen guides en zo, ik vind het zelf niet tof, maar op een keer. Ik heb van Vortex gehoord, maar nooit gespeeld. Klanker bro. Andere kant op, naar beneden. Ja, het is toch een soort van tower defense, maar dan in reverse. Dat jij door de dingen heen moet. Kom maar vandaan. Goed zo, Sanne. Hier beneden zit op de Jinjo, ook weer 5. Ja, Jinjo! Nog 2. Waar zijn de laatste 2? Oh, die laatste zeker die gaat zo lastig worden, want ik weet echt niet waar ik hem zou moeten winnen. We zien wel. Thank you.
Hebben jullie nog een favoriete wereld in Banjo-Kazooie? Ik ben zelf helemaal gek van... Easy Peak is nog wel mijn favoriet. Dat is een awesome level. Ik vind het echt geniaal. Wee! Dat komt helemaal goed, Borrels. Dat komt helemaal goed. Oké, dus we missen nog één Jiggy en 6 muzieknootjes. Het is of ergens in een kamer bij Clanker, of ergens eromheen. Dat is alles wat ik weet. Waar gaat dit ook weer heen? Oh, ik vind het zo'n drama. Ik kan echt urenlang zeuren over dit level. Het is vergeten hier. Niet. Misschien zit er niet eentje in zo'n pijp of zo. Was het iets anders? Was de ginger natuurlijk. Ginger zit daar. In die pijp. Ik heb een gat. Oh, we gaan even hier naar binnen met Clanker. Kijk, precies, dit is hem. En weer eentje 100%. Zijn we toch pro? Zijn we toch een baas? Ik weet nog die laatste wanneer ik kom, maar ik weet echt niet waar die is. Ik zou echt geen flauw idee hebben waar ik die kan vinden. Dus we gaan onze tijd niet verdoen. En dan een rare vraag. Is... Banjo-Kazooie vermakelijk om te kijken. Ik vind eerlijk gezegd Banjo zelfs een spel. Ik speel het liever dat ik ernaar moet kijken. Mooi. Nou, dan gaan we naar de Bubble Gloop Swamp. Nope, dat was niet de bedoeling. Hooray. Bubble Gloop Swamp for the win. Ik vind die krokodil, of die, wat je wordt, alligator ofzo, gewoon een van de vetste transformaties. Tenminste niet zo raar als die vaatwasser, of die wasmachine. Maar het is echt wel, het maakt me best wel verdrietig dat Rare zijn ziel verkocht heb aan Kinect. Stomme Rare. Rare moet gewoon terug gaan naar Nintendo. Nee, dat wil ik niet! Ze waren ooit nog. Je kan hem verkleinen, Ricardo.
Ze zouden ook nog een sequel moeten maken op Conker's Bad Fur Day. Dat is één game dat ik vind die kan niet gestreamd worden. Conker is awesome. Dit is zo'n briljant spel. Ja, na 12 zou het kunnen, maar overdag echt niet. We hebben 22 kinderen een jeugdtrauma erbij. Zo, ik ben klaar. Het zit daaronder ook weer, ook iets belangrijks toch? Ga weg. Ricardo, het gaat over Conker's Bad Fur Day. Als je dat nog nooit gespeeld hebt, schaam je. Je weet niet wat je mist. Het is zo'n ontzettend briljant spel. Het gaat over Conker. Conker heeft een slechte dag. The Great Mighty Pooh. I am the great mighty Pooh, and I'm going to throw my... Yep, het mag niet, hè. Mag niet van die woorden zeggen. Yep, hij heeft een kater, hij is bezopen. Hij gaat niet naar huis, hij gaat ergens anders heen. En hij belandt in allemaal rare avonturen. Hij belandt zelfs in de oorlog. Vechten tegen de teddies, dat eigenlijk gewoon de nazi zijn. Ik vind het ook wel briljant dat ze elke keer niet Commander Conker. Ja. Ja, precies. Dat is van Saving Private Ryan. En The Matrix. En niet Commander Conker. Andere Jiggy komt nog wel. Is er hierheen? Ga weg. Weg! Nee, dat is mooi toch weer. Dat is niet Conker, dat is een andere. Dat is Scunny. S-K-U-N-N-Y. Nee, ik had je ook Scunny kart en zo. Weg, kikker. Commander Conker is ook vet. Ik heb, als jullie geïnteresseerd zijn in Commander Conker, ik heb alle delen, in ieder geval. Nee, dit is een andere serie. Ik heb Command & Conquer 3. En Cain's Wrath. Oxy is gewoon een paus. Bauzin! Jongens, wat fijn!